Veel nieuwe gezichten op de eerste training in Zeist op het veld naast het grote Oranje. 10 debutanten zijn er maar liefst en allemaal geboren na 1 januari 1998. Want dat is de lichting die het moet gaan doen op het EK in 2021. Twee opvallende namen zijn Tahith Chong van Manchester United en Natangelo Markelo van Everton. Ja, het is natuurlijk altijd een eer om voor Oranje te spelen. Vooral als het nog een jonge Oranje kan zijn, dan is het alleen maar mooier, zeg maar. Dus ik ben blij dat ik erbij mag zijn en ja, we kijken ernaar uit. Ja, ik vind het op zich wel goed gaan, ondanks dat het eerste training was. Ik kon elkaar lekker vinden en ja, ging wel lekker, denk ik. Beide jongens gingen al op vroege leeftijd naar Engeland met als ultieme doel ooit te debuteren in de Premier League. Ik had een internationale toernooi, was volgens mij in Weesp was dat. En toen hoorde ik van mijn zaakwaarnemer dat Everton kwam kijken. Toen kreeg ik al een beetje kriebeltjes in mijn buik. En ja, de toernooi speelde ik redelijk tot goed. Kort na dat toernooitje kreeg ik een belletje. En toen hoorde ik dat Everton me wilde kopen en... Ja, ik speel natuurlijk bij Volendam, niet de grootste club van Nederland. Dus het was moeilijk om nee te zeggen. Ik dacht van een uitdaging naar Engeland is mooi, zeg maar. Bij Feyenoord ook voor al die jaren dat ik daar was, zeg maar, heel erg dankbaar. Heb ik echt heel veel geleerd, dus is mooi. Ik denk dat iedereen zijn eigen pad heeft, zeg maar. Ik denk uiteindelijk gaat het niet om, zeg maar, wie het als eerste in het eerste speelt, maar wie daar blijft, zeg maar. En in de hoge prestatie blijft leveren, zeg maar. Hoe moeilijk is het pad wat jij bewandelt daar in Engeland? Ja, ik weet niet. Ik kan het, zeg maar, dagelijks niet naar kijken hoe moeilijk het is. Ik probeer gewoon elke dag ervan te genieten en kijken waar mijn pad me naartoe brengt. Tot nu toe gaat het voorspoedig met allebei de talenten. Het mag dan hun debuut zijn bij Jong Oranje. Ze zijn wel gewend aan flink wat tegenstand op de trainingen bij een club. Wayne Rooney, Paul Pogba, Theo Walcott, Anthony Martial en Kane. Zulke voetballers train ik toen. Dus ja, was best wel... Het is best wel nerveus toen. Ja, is natuurlijk mooi, zeg maar. Gewoon kan je alleen maar van leren. Traditiegetrouw bij Jong Oranje moeten ze als nieuwelingen allebei binnenkort een liedje zingen voor de groep. Maar daar waren ze zelf nog niet van op de hoogte. Ja, ik weet er niks van, maar ik denk dat ik er misschien achter ga komen. Nee, dat heb ik nog niet gehoord, nee. Zullen we het zien als we terugkomen. Je mentale voorbereid alvast. Ja. Zal ik doen, ja. Kun je een beetje zingen? Ik kan niet zingen, dat kan ik alvast zeggen. Ik kan niet zingen, maar ja, we zullen zien... Wat voor liedje me opkomt op dat moment. Hopelijk krijgen we de beelden. Hopelijk niet.